Hey, goeiedag. Mijn naam is Robin. Ik ben visspecialist bij Middelkamp Vis. Vandaag gaan we het hebben over de winterkameraal, oftewel de skrei. Prachtige vis. Deze vis is 3 maanden in het jaar verkrijgbaar. Vanaf januari tot en met april, zo rond de Pasen ongeveer. Het is een echte wintervis. Deze vis die wordt bij de Noren gezien als echt natuurwonder. En waarom? Het woord skrei stamt af van het Noorse woord skrida, wat betekent zwerver of reizen. En dit is dus echt een zwerver van de zee. Deze vis leeft in de Barentszee. De Barentszee is een onderdeel van de Noordelijke IJszee, zo onder de Noordpoolcirkel. En wat gebeurt er nou? Wat is dan nu het natuurwonder? Deze vis, de eerste week van januari bij volle maan, zwemt deze vis met scholen tegelijk 800 kilometer naar het zuiden, naar de mooie Lofoten. Dat is een eilandengroep boven Noorwegen. Daar is het water iets zuiverder en iets warmer, waarbij de vis zich prettiger voelt om zich voor te planten. Deze vis die maakt die hele reis zonder te eten. Zodra hij zich aankomt bij de Lofoten, vreet hij zich helemaal vol met garnaaltjes en andere kleine diertjes die daar leven, voordat hij gaat paaien. Daardoor is hij veel voller en vetter van smaak. De structuur is wel steviger dan een gewone kabeljauw. Mocht u zich afvragen waarom mijn kop er niet aan zit. In Noorwegen houden ze de kop het liefst voor zichzelf, want daar zitten allerlei lekkere delicatessen in, zoals de tong, de wangetjes. Dus die houden ze gewoon voor zichzelf. Goed, dan gaan we deze mooie skrei fileren. Bij het fileren, het eerste stuk is alleen maar hart, bot. Dus dat stuk gaan we niet gebruiken. Snijd ik hem tot op de ruggengraat. Hier zit ik op de rug. Dan snij ik hem over de ruggengraat en die graat blijf ik volgen. Tot ik voorbij zijn ingewanden ben, daar steek ik over. En dan snijd ik hem naar de ribbenkast toe. Deze ribbenkast is een lastige, want die staat heel erg ver naar boven. Dus vandaar dat ik hem altijd zo pak. Andere kant. Exact hetzelfde. Om het bot heen. Op de rug. Oversteken naar de ribbenkast toe fileren met de punt van je mes. Dan hebben we hier dus de skreifilet. De buikgraat eraf. En dan heb je normaal hier heb je de mooie rug. Dan kun je hem langs de graat snijden. Deze vis is ontzettend populair in februari richting de Valentijn. En deze vis wordt ook wel de liefdesvis genoemd. En dat komt omdat ze tijdens het paaien buik aan buik zwemmen. Ontzettend romantisch natuurlijk.